wil promoten eigenlijk, is een heel oud boek. Het heet Zen en de kunst van het motoronderhoud en het is van Leo Peersig. Ik heb het ook lang geleden gelezen, dus ik weet eigenlijk niet eens meer precies waar het over gaat. Het gaat over een man die op een motor een tocht maakt. En tijdens die tocht heel erg filosofisch bezig is over het hoe en waarom van de wereld eigenlijk. Kort gezegd. Waarom ik het zo mooi vond, is dat het een verhaal is over een motortocht. Wat ik heel leuk vond. Maar dat zijn visie op de wereld heel erg mijn visie op de wereld heeft bepaald. Ik heb het gelezen toen ik begin van mijn studie, denk ik. Toen ik daar zelf ook mee bezig was, van nou ja, hoe sta je eigenlijk in de wereld? En dat boek heeft mij daar wel bij geholpen. Omdat het eigenlijk uitgaat van twee soorten mensen. Mensen die alles soort voor lief nemen. En mensen die van alles willen weten hoe het precies in elkaar zit. Dat wordt aan de hand van die motortocht en van dat motoronderhoud, wordt dat bekeken. Dus ik zou zeggen, ga het lezen, dan begrijp je misschien wel waarom ik er zo enthousiast over ben.